grote bijdrage leveren aan het publieke bewustzijn. En het moet dus ook meer zijn dan alleen maar een museum en een onderzoeksinstituut. Maar het moet echt inderdaad het centrum voor biodiversiteit zijn. Ook de collecties die hier bij elkaar worden gebracht, dat brengt ons in de top 5 van de wereld op dat gebied. Biodiversiteit is van ons allemaal. En het is lang niet vanzelfsprekend dat biodiversiteit er is en blijft. Wat is dan de betekenis, de waarde van biodiversiteit? Wat is dan echt de betekenis ervan? Die wil ik ook dit jaar onderzoeken. En dat wil ik dan tot uit laten komen in een boekje en of televisieprogramma. Over die vraag van wat betekent het nou? En dat zou heel leuk zijn als ik dat ook samen met mensen van hier kan doen. Als ASM-Bank investeren we natuurlijk in allerlei projecten en bedrijven. En heel vaak gaat het dan ook over biodiversiteit. Denk maar aan papierfabrieken of zo. Die natuurlijk hout halen uit bossen. Die vinden wij duurzaam beheerd moeten worden. Het is belangrijk dat er verschillende soorten zijn, dat er verscheidenheid van leven is, dat is duidelijk. Eén soort is niet genoeg, 10 ook niet. Maar hoeveel wel genoeg is, dat weet ik nog niet. En wat wij dus ook willen gaan doen in het jaar van de biodiversiteit, is ons wat wij dan noemen issue paper biodiversiteit publiceren. En in dat paper staat precies in detail uitgelegd hoe wij als ASM-Bank met onze investeringen willen omgaan als het gaat om biodiversiteit. Nou, als eindverantwoordelijk van de Nationale Boomfeestdag hebben wij met de provincie Noord-Brabant vorig jaar de Countdown 2010 voor kinderen, de kidsverklaring, hebben wij opgezet. En dat hebben wij dit jaar omgezet naar de Kids Biodiversiteitsverklaring 2010. Bij mij is het kwartje eigenlijk al heel jong gevallen. Misschien wel vanaf de boomfeestdag, waarbij ik zelf als kind, als 10-jarige, voor de eerste keer een boom plantte. En geen idee had toen nog hoe belangrijk het was. Nou, wij willen lindenbomen laten aanplanten of fruitbomen door de scholen. Dat kinderen dat volgen en dat ze dus ook gaan reageren. Er komen nu bijen of er komen eekhoorntjes of maakt niet uit. Dat is een van de onderdelen dat we gaan doen. En dat kinderen ook gaan nadenken dat zij zelf, bijvoorbeeld met het weggooien van vuil, als er maar genoeg vuil komt, dan kunnen er geen bomen meer groeien. Dus dan komen er ook minder dieren en minder bloemen. En dat is voor hun leven ook slecht. Vanaf dat moment is het bij mij langzaam maar zeker gaan groeien. En ben ik heel bewust om me heen gaan kijken. Wat kan mijn bijdrage zijn aan een betere wereld? Mijn droom is dat mensen vanaf vandaag het heft in eigen hand nemen. En tegen de wereld om hen heen zeggen: ik kies voor biodiversiteit. Want biodiversiteit is leven. En de kist met gepaste zorg willen openmaken. 3, 2, 1. Geweldig. Al die collecties worden nu samengebracht. En we financieren dat. En daarom voel ik me ook dat ik namens de regering hier mag zeggen dat we 30 miljoen, dat is een hoop geld, bijdragen om te zorgen dat het allemaal bij elkaar gebracht kan worden. Wat we hebben afgesproken is dat we de achteruitgang van de biodiversiteit gaan stoppen en dat we gaan zorgen dat er weer meer verschillende soorten komen. We hebben een heel programma wat het hele jaar doorloopt. Wat er nu al is, dat is een widget, zoals dat heet. Iedere dag een plaatje wat je op je computerscherm kan zetten met het dier of de plant van de dag. Met daarachter allerlei informatie. Heel veel mensen die dat uploaden en op hun computer zetten. We gaan een prijsvraag doen voor het meest biodiverse idee voor de stad Leiden. En dat wordt in een groot festival in de zomer wordt dat gepresenteerd en wordt daar de winnaar gekozen. We hebben rondleidingen door onze toren. Heel bijzonder, want daar mag normaal nooit iemand komen, maar dit jaar wel. Het is essentieel dat de Verenigde Naties dit het jaar van de biodiversiteit heeft genoemd. Nogmaals, omdat het vaak een ver van ons bedshow is. Wat is dat eigenlijk, biodiversiteit? Als artis hopen wij dat mensen bij ons door de biodiversiteit van de hele wereld in hun hart geraakt worden. En dat verdiepen we ook graag met onze speciale biodiversiteitslezingen. En op 13 februari opent bij ons ook een biodiversiteitstentoonstelling in het aquariumgebouw, waarin we samenwerken met NCB Naturalis. As we go into the next challenges of life, and just think what those challenges are, population growth, greater pressure on the planet, by 2050 we will have to have increased food production globally by 50%. That has to come from somewhere. Either we use more land, which is going to destroy biodiversity and therefore make us more precarious, or we're going to be more productive on the land we've got,
and how we're going to be more productive by looking at natural biodiversity and incorporating that into new crops and new ways of growing them. Als de boeren daar gestimuleerd worden, en daar richten we ons nu op, om gebruik te maken van biologische bestrijding, bijvoorbeeld de bladluis bestrijden met de sluipwesp, dan heb je twee vliegen in één klap geslagen, omdat je dat alleen maar kan doen als je hele mooie bloemrijke randen rond die akkerbouwgebieden gaat aanleggen. Mensen associëren biodiversiteit nu met allemaal aaibare diersoorten, maar eigenlijk is het veel breder dan dat. We now have a record of the last 200 years of how the world was over that period of time. That is incredibly valuable to help us in thinking about what is going to be the impact of climate change and other changes happening because of the environment. Het gaat erom dat dit de burgers van de wereld betreft en dat we met elkaar moeten nadenken of we niet heel erg spijt krijgen, en vooral de mensen die na ons komen, als er geen bossen meer zijn in de Amazone, in Indonesië, in de Congo, als alle zeeën zijn weer leeggevist en als we dus niet meer in staat zijn van de natuur te genieten, maar ook weer de natuur op een goede manier te gebruiken voor ons eigen belang. En ik denk dat daar het VN-jaar een belangrijke rol in kan, maar ook moet spelen. De gemeente Leiden gaat verder met zijn biodiversiteitsactieplan. Dat hebben wij opgestart vorig jaar samen met provincie Zuid-Holland en de Milieudienst West-Holland. Wij hebben een gezamenlijke visie biodiversiteit opgesteld met meer dan 60 kleine plannen en grote plannen die uit de burgers zijn voortgekomen. Dus wij zijn helemaal in de aanslag om in 2010 daar vorm aan te gaan geven. Dat betekent, sommige kleintjes kunnen we al uit gaan voeren. Andere grotere gaan we geld bij zoeken en kijken hoe we die uit kunnen gaan voeren. Nou, twee bijvoorbeeld hele belangrijke perspectieven zijn. 1, vogels zijn hartstikke dichtbij. Dat begint in je tuin. En daar kan je heel veel voor vogels doen. De tuin zo inrichten dat je eigenlijk een optimaal plekje voor vogels creëert. En dan draag je bij aan de biodiversiteit. En iets anders is heel, dat is eigenlijk heel anders. Trekvogels verbinden ons met ecosystemen, met biodiversiteit over de hele wereld. Van Nederland, van je tuin, van het plas om de hoek, het bos om de hoek, tot ver in Afrika. Met die proberen we een nieuwe generatie economen te bereiken die snappen hoe belangrijk biodiversiteit voor het welzijn van mensen is. En hoe gaan jullie dat doen? In ieder geval een heleboel kennis overdragen en college geven aan economen door ecologen. Wij werken in heel veel landen, vooral in Oost-Europa, Centraal-Azië, en zien daar in toenemende mate de noodzaak om business en biodiversity met elkaar te verbinden. Dus het bedrijfsleven en de biodiversiteit. Vooral ook te kijken hoe boeren kunnen bijdragen aan biodiversiteit en daar ook hun brood mee kunnen verdienen. En daar hebben we een aantal leuke dingen mee gedaan en daar hopen we in dit jaar mee verder te gaan. Ja, ik zou deze gelegenheid willen gebruiken om de ministers te bedanken. En via u beiden ook de ministers Kramer en Koenders. Eencelligen bij de meercelligen. Continenten kwamen los te staan van elkaar.